Vorige week hebben we ons over verwonderd dat je in verband met wetenschap over schoonheid kunt spreken. Wetenschap is zoeken naar waarheid. Je verwacht eerder van de kunstenaar dat hij over schoonheid spreekt. En dat is hij juist in de 20e eeuw minder en minder gaan doen. En des te meer is dat het geval geworden in de wetenschap. Wetenschappers zijn soms heel uitdrukkelijk gaan spreken over de schoonheid van hun wetenschap. Is dat niet wonderlijk? Want je zoekt waarheid en de waarheid, die kan misschien mooi zijn, die kan ook eventueel helemaal niet mooi zijn, of die kan je compleet onverschillig laten. En eigenlijk zou het dat moeten zijn. Je zou als wetenschapper een neutrale, objectieve kijk op de werkelijkheid moeten ontwikkelen en niet beginnen over schoonheid. Ja, maar de natuur is mooi. Zo stellen we als mensen voortdurend vast, ook als niet-wetenschapper, stel je voortdurend vast hoe wonderlijk mooi de wereld in elkaar zit. En wat prachtige spektakels je kunt beleven aan de hemel en op aarde, in de levende en in de levenloze natuur. Je hebt prachtige organismen, prachtige kristallen, je hebt de sterrenhemel. Dingen die je mensen imponeren en altijd heel mooi hebben gevonden. Als je nu de blik op de werkelijkheid verruimt met apparatuur waardoor je veel meer kunt zien dan we met onze gewone zintuigen kunnen zien, dan valt het te verwachten dat je nog veel meer moois te zien zult krijgen. En dus je kunt er niet buiten dat een wetenschapper vaak versteld zal staan van de schoonheid van de objecten die hij ziet. En wanneer hij zijn vak methodologisch juist beoefent, dan houdt hij zich in, laat hij zich niet meeslepen door zijn emoties en zijn appreciaties, maar dan beschrijft hij wat hij ziet neutraal. Zowel als hij het mooi zou vinden en eventueel ook als het tegenvalt. Dus er zijn mooie dingen te zien in de wereld. Ja, maar er zijn ook mooie gedachten die wij ons vormen over de wereld. Wetenschappers formuleren theorieën en vaak gaat het ook over de schoonheid van hun theorie. Ze zeggen, die zit knap in elkaar, hoe we geredeneerd hebben, hoe we de waarheid gevonden hebben of hoe we ons de waarheid voorstellen. Dat is op zichzelf ook al heel mooi. En dan hebben we het vorige week wat gehad over die criteria waar dan deze schoonheid van de theorie aan zou moeten beantwoorden. En dan hebben we gezegd, ja, een theorie vinden we mooi als een theorie ja, op een elegante, vlotte manier geformuleerd is en duidelijk toont datgene waarover ze spreekt. En als er symmetrie in zit en als er eenheid in zit, als uit een veelheid een eenheid tevoorschijn haalt, dan vinden we dat mooi. En dus de theorie kan ons bevallen. Het kan eventueel ook omgekeerd zijn dat je een theorie hebt die het wel doet, die goed is, die correct de feiten weergeeft, maar waarvan je niet kunt bepaald zeggen dat die nu mooi is. Alleen, ze klopt. Maar vooral in de fysica heb je vaak dat het dan ook nog esthetisch aanspreekt. En we hebben daar dan een paar voorbeeldjes van gegeven. Ik heb bijvoorbeeld eventjes aangehaald dat vanuit de logica, vanuit de manier van redeneren, kunnen we te werk gaan via de redeneerwijze van de deductie of wel de inductie. Bij de inductie veralgemeen je. Je hebt een aantal waarnemingen gedaan en je zegt, ja, nu denk ik het ondertussen voldoende zeker te weten. Het zal in het algemeen wel zo zijn als ik het in die bepaalde gevallen waar ik het heb waargenomen, het zo gezien heb. Dan veralgemeen je. Bij een deductie is het omgekeerd. Je hebt een algemene waarheid en je zegt, als dat het geval is, dan moet in dit specifieke geval het ook zo zijn. En dan was er vorige week iemand en die maakte een heel interessante opmerking en die zei, ja maar, een deductie steunt uiteindelijk ook weer altijd op een inductie. En dat is waar. Denk het toch. Je moet daarover nadenken. Als je bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, je spreekt over de algemene gravitatietheorie. En als gevolg daarvan weet je dat een planeet op een elliptische baan rond de zon zal draaien. Als je weet met welke kracht de zon zo'n planeet aantrekt en je kent de wetten van de beweging, dan kun je die baan berekenen. Dus uit de algemene natuurwetten halen we dan de specifieke kennis van die baan die zo'n planeet beschrijft, die halen we daaruit tevoorschijn. Dus een specifiek feit uit een algemene kennis. Dat is deductie.
Maar hoe komen we aan die algemene kennis? Hoe komen we aan die universele gravitatiewet? Omdat we gezien hebben dat telkens wanneer we massa's aantreffen in het heelal, die massa's elkaar aantrekken. Een appel valt van een boom, de maan draait rond de aarde en zoveel gevallen die altijd weer aangeven dat die aantrekkingskracht er is wederzijds. Dus heeft Newton dat veralgemeend en dat de universele gravitatietheorie genoemd. En daaruit deduceren wij nu zoveel astronomische kennis. Maar inderdaad, het is juist. Uiteindelijk steunt dat toch weer op een inductie. En een inductie is nooit zo echt mooi. Omdat inductie altijd twijfel laat bestaan. De dag van vandaag weer. Hè. We zijn niet zo heel zeker of die gravitatietheorie wel juist is. De dag van vandaag wordt er veel gesproken over dat fameuze probleem in de kosmologie, waar ik nu niet over zal uitweiden, maar ik vernoem het eventjes, van de dark matter, de donkere materie. We zien dat er in melkwegstelsels, dat die sterren bewegen op een manier die niet verklaard kan worden door de gravitatiewerking van de objecten die we daarin aantreffen. Dus de sterren die we in die melkwegstelsels zien. Die zijn onvoldoende. Er moet dus nog iets in zitten, donkere materie, die voldoende gravitatiekracht uitoefent om die bewegingen in die melkwegstelsels te doen lopen zoals we zien dat ze lopen. Tenzij onze gravitatiewet verkeerd is. Zou ook kunnen. Dat we hier een geval aantreffen op de schaal van galactische systemen, dat die gravitatietheorie misschien toch niet is zoals we het altijd gedacht hebben dat ze zou zijn. Twijfel blijft er altijd wat in de lucht hangen als je op waarheden gebruik maakt van beweringen die waarheden pretenderen te zijn, maar die voortkomen uit inductie. En ja, misschien altijd wel is dat het geval. Zelfs als je het vanuit een deductie hebt afgeleid, die inductie zit er altijd ook bij. Dus dat is interessant en je ziet hoe waarheid en schoonheid hier toch samengaan. En hoe dat, als we overtuigd zijn van een waarheid en daar een eenheid in aantreffen, we daar ook een schoonheidsgevoel bij kunnen hebben. En ook hoe dat het ons soms niet gegund wordt om dat schoonheidsgevoel te hebben, dat er altijd die ongemakkelijke twijfel blijft bestaan. Wetenschap is eigenlijk twijfelen, voortdurend twijfelen. Altijd wat je denkt te weten weer in twijfel te trekken. Nu, dat hebben we vorige week gedaan. Ah ja, en dan hebben we ook nog vele plaatjes bekeken om te kijken naar al die mooie dingen die er te zien zijn in de natuur als je gebruik maakt van die apparaten waar we nu over beschikken. En dat is dus wat we genoemd hebben vorige week, de schoonheid door te kijken, de schoonheid door aanschouwing. Beschouw het heelal met je zintuigen en schoonheid komt je zo tegemoet. En er was die andere schoonheid waar we het meer over gaan hebben, waar we het vanaf vandaag vooral over zullen hebben, de schoonheid door begrip. De schoonheid die je kunt ervaren, wel of niet, als je je verstand gebruikt en met je verstand kijkt naar de dingen en ze tracht te vatten in theorieën, in systemen die dan waar beogen te zijn. Niet alleen waar en dan vaak ook mooi. Dus we gaan toch verder met ons doel om schoonheid te vinden in de natuur via de onderzoeksmethoden van de wetenschap, hoewel we altijd op onze hoede moeten zijn en beseffen dat het methodologisch problematisch is. Je zou strikt genomen afstand moeten nemen van dat hele esthetische ideaal en louter kijken naar feiten. De feiten accepteren zoals ze zijn. Maar ja, het is dus toch zo dat als we schoonheid opzoeken, dat dat vaak blijkt een goede weg te zijn om ook de waarheid te vinden. Ergens zit er diep in ons die overtuiging, die waarschijnlijk rechtstreeks voortkomt uit de zintuigelijke waarneming, dat de natuur intrinsiek mooi is. Maar terwijl ik dat zeg, twijfel ik daar ook weer aan, want de natuur is ook vaak zo lelijk. Er doen allerlei andere gebeurtenissen zich voor die je niet bepaald mooi kunt vinden. Onstabiele dingen, aardbevingen en orkanen en allerlei cataclysmen in het heelal en die je niet direct kunt associëren met zintuigelijke schoonheid.
En toch zit er diep in ons dat aanvoelen. Dat is denk ik typisch Grieks. Het is een Grieks idee om de wereld mooi te noemen. Op het eerste gezicht kun je dat doen op basis van de mooie dingen die je allemaal ziet. Maar er zijn die tegengestelde waarnemingen en die zouden je ook pessimistisch kunnen stemmen. Maar de Grieken hebben ons geleerd dat je de wereld duidelijker leert begrijpen als je uitgaat van dat schoonheidsidee. Het zit merkwaardig genoeg al in het woordje dat we gebruiken om de wereld aan te duiden. Om het heelal te benoemen. We zeggen het heelal is een kosmos. En de studie van het heelal is de kosmologie. Het Griekse woordje kosmos heeft aanvankelijk een heel andere betekenis dan degene die wij er nu aan geven. Als je diep teruggaat in de Griekse literatuur, en dan moet je dieper gaan dan Aristoteles of Plato, je moet gaan tot bij Homeros, 8 eeuwen voor het begin van onze jaartelling, dan zie je dat daar het woordje kosmos vaak gebruikt wordt. Maar in een heel andere betekenis dan degene die het nu heeft. Het heeft daar voortdurend de betekenis van schoonheid of orde of iets heel aantrekkelijks. Bijvoorbeeld, ergens in de Ilias beschrijft Homeros die scène waarin dat Hera, dat is de echtgenote van Zeus, hem wil verleiden. En ze doet dat door zich op te smukken en door haar huid te zalven en haar haar te vlechten en de mooiste oorhangers aan te doen. En dan, opgesmukt met deze kosmos, komt ze uit haar kamer. Zo beschrijft hij dat. Dus dat is een kosmos. Een mooie, verleidelijke vrouw. Dat is een kosmos. Dat is het woord dat wij nu gebruiken voor de wereld. Of in andere verwante betekenissen. Als de soldaten na een vermoeiende dag met een veldtocht thuiskomen of in hun basis aankomen, dan leggen ze hun wapens op de grond netjes in rijen van 3. Wel, dat patroon, netjes, is een kosmos. Of het paard van Troje, als dat Troje moet helpen veroveren, is geconstrueerd op een hele vernuftige, knappe manier volgens een kosmos. En zo vind je talloze voorbeelden bij Homeros van het gebruik van het woordje kosmos, altijd in die betekenis. Iets dat goed is, dat knap in elkaar zit, dat mooi is, dat we graag hebben. Dat is een kosmos. En het typeert dus wel heel sterk de Griekse mentaliteit, wanneer eeuwen later de betekenis van dat woord zo geëvolueerd is dat het gebruikt wordt om de hele wereld aan te duiden. Blijkbaar vonden de Grieken de wereld iets heel aantrekkelijks, iets heel moois. De wereld is geen chaos. Chaos is ook een Grieks woord. Nee, ze is een kosmos. Tuurlijk is de wereld ook een chaos. Kijk maar om je heen, wat zie je allemaal niet? Ja, maar wanneer we de chaotische dingen zien, dan komt dat omdat we ze niet doorzien. Je ziet dan tegen ingewikkelde verschijnselen aan en je kunt er geen touw aan vastknopen, je begrijpt het niet. Het is één chaos. Dat ligt aan ons. Omdat wij dan de werkelijkheid niet echt zien. Dring je door tot voorbij de verschijnselen, de diepere achtergronden, de waarachtige waarheden, dan zijn die mooi, aantrekkelijk en dan zijn die een kosmos. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen. We hebben hier te maken met een Griekse erfenis. Heel onze schoonheid door begrip steunt op deze Griekse betekenis van het woordje kosmos. En dan vind je eeuwen later, bij Plato bijvoorbeeld, en ook bij anderen, daar prachtige verwijzingen naar. De eerste die het woordje kosmos gebruikt heeft in de betekenis van wereld, kennen we niet juist, maar vermoedelijk was dat een Pythagoras of een Pythagoreër. Maar Pythagoras zelf heeft niks geschreven, dus we weten het niet zeker. Maar het komt uit die kringen. En Plato, die eigenlijk een Pythagoreër was, gebruikt het woord ook al in die betekenis. Eigenlijk in de 2 betekenissen nog. En soms ook in de betekenis inderdaad van de wereld, het heelal. Zoals bijvoorbeeld in deze fameuze uitspraak. Ja, het woordje kosmos komt strikt genomen niet in dit citaat voor, maar dat staat in de zin daarvoor. En hij verwijst dan daarnaar en hij zegt zo van deze wereld. Dat deze wereld is,
de mooiste van de gewordene dingen en haar maker de beste van alle oorzaken. Zo ontstaan is de wereld gemaakt naar het patroon van wat door redenering en inzicht te begrijpen is. Dat is een ongelooflijke interessante zin. Dat is als het ware de stichtingsakte van de wetenschap. Hier zegt Plato niets minder dan dat het zin heeft om aan wetenschap te doen. De wereld is te begrijpen. Met je verstand, met de reden. En hoe komt dat? Omdat ze zo mooi is. De reden is van toepassing op de wereld, omdat de wereld zo goed gemaakt is. Goed was eigenlijk de maker, de schepper, God. Dat was een goede God. En die heeft de wereld dus zo goed mogelijk gemaakt. En dat betekent zoveel mogelijk gelijkend op de perfectie van de absolute zijnde dingen. En dat maakt de wereld zo mooi. En daardoor is de wereld het mooiste dat er kan bestaan. Vanuit die schoonheid komt dus de begrijpelijkheid van de wereld voort. Dat is een inzicht dat de dag van vandaag voortsluimert in de fysica. Vandaar die vele gevallen waar we al naar verwezen hebben, van fysici die ook gelijkaardige dingen zeggen. Maar hier is dat nog heel, heel nadrukkelijk en algemeen aanwezig. Esthetica en fysica is hetzelfde. Het is de beschrijving van de wereld. En de wereld is mooi. En dus, als je ze beschrijft vanuit je verstand, dan is dat ook de goede beschrijving. En de dag van vandaag vind je gelijkaardige gedachten bij talloze fysici. We hebben er vorige week al een paar genoemd, maar misschien nog zo eens een paar citaten eruit halen. En ik heb met opzet soms wat controversiële citaten gekozen om het goed te laten blijken. Sommige fysici kunnen er aanstoot aan nemen dat je het zo nadrukkelijk zegt. Maar ja, het zijn vaak de besten die het zo zeggen. Hermann Weyl was een eminente kenner van de relativiteitstheorie, algemene relativiteitstheorie. En hij zei, my work always tried to unite the true with the beautiful. Het ware en het mooie. Combineren, dat is het doel. But, en nu komt het controversiële, when I had to choose one or the other, I usually chose the beautiful. Ik geef toe, dat is wetenschappelijk, volgens de methode van de wetenschap, niet verantwoord. Maar soms is het goed om in het leven al eens niet verantwoorde dingen te doen. Helemaal sterk was ook wat Poincaré zei, de Franse fysicus, ook een kenner van de relativiteitstheorie en van algemene belangrijke problemen op het gebied van mechanica en elektromagnetisme. En Poincaré die schreef, le savant digne de son nom, le géomètre surtout. Éprouve en face de son œuvre la même impression que l'artiste. Sa jouissance est aussi grande et de même nature. Het chockerende in dit citaat is niet zozeer dat hij zegt dat een wetenschapper en vooral een meetkundige de dingen zo mooi kan vinden, maar dat hij zegt dat zijn genot van dezelfde aard is als dat van een kunstenaar. Dus als je naar het volgende kijkt, is dat hetzelfde in de ogen van een fysicus. Links staat het heelal beschreven door Einstein. Dat is de algemene veldvergelijking uit de algemene relativiteitstheorie. En rechts Van Gogh. Dat is dus hetzelfde. En het gaat over dezelfde wereld. En je zou daar dus ook hetzelfde bij moeten voelen. Ook links staat die schoonheid die Van Gogh zo uitdrukkelijk in beeld brengt. Ook links staat dat. Het zit in die formule. Die formule, ja, die is mooi. In het linkerlid hier staat de structuur van de ruimte. Dat zijn tensoren die aangeven hoe de geometrische structuur van de ruimte is. En rechts staat een uitdrukking over de verdeling van de materie in de ruimte. Dus hoe de materie verdeeld is, dat is hoe de structuur van de ruimtetijd is. En hoe de structuur van de ruimtetijd bepaalt hoe de materie beweegt en zich verdeelt. Er zit een geweldige mooie symmetrie in. Ja, en bij Van Gogh woelt het en kantelt het en draait het ook in alle mogelijke, op alle mogelijke symmetrische manieren. Het is daar ook heel bewegelijk. Als je door de twee heen kijkt, moet je dezelfde wereld zien. En dat is het wat Poincaré dus wilde benadrukken. En dan,
onze Paul Dirac, waar we het ook vorige week al eens over gehad hebben. Je ziet hem in volle actie tijdens een les. En hij zegt, it's more important to have beauty in one's equations than to have them fit experiments. Dat is ook weer zo'n uitspraak die hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen. Ja, tuurlijk vinden vele fysici, alle fysici, het belangrijk dat je vergelijkingen mooi zijn, maar ze moeten toch in de eerste plaats overeenstemmen met het experiment. Als je dat loslaat als criterium, dan heb je geen wetenschap meer. Ja, zal Dirac hoofdschuddend zeggen, misschien wel, maar weet je wat, als het mooi is, hè, zal het ook wel kloppen met het experiment, tenzij je experiment verkeerd is. Ga daar eerst eens naar kijken, want dat zou best kunnen. Of Schrödinger, de man van de golfmechanica, die de kwantumfysica eigenlijk uit dat moeras heeft gehaald waar ze in het begin in zat, waar ze de kwantumfysica in aanvankelijk heel lelijk was. In de tijd van zo rond voor 1920 was de kwantumfysica een ad hoc constructie van een paar hypothesen die haak stonden op de klassieke fysica, maar waarmee dat men dan het geheel wel kon doen kloppen. Het klopte met het experiment, maar het was echt niet mooi. En dan Schrödinger vindt een hele elegante formulering, alles beschrijven als golfbewegingen en daarmee kun je het uitleggen. En hij zegt inderdaad, for I have no higher aim than to work out the beauty of science. I put beauty before science. Niet imu in vetitum, voegt hij daaraan toe. Hij kende zijn klassieken. Hè? En dat betekent, van tijd tot tijd moet je iets doen, niet imoer, dat verboden is. Hij gaf dus toe dat het eigenlijk verboden is. Maar in een geheim taal, laat ons dat verstaan onder elkaar, dat we dat soms doen. Ja, je zit dus op het randje hier van wat een goede methodologie is. Maar het is zo menselijk en vaak ook zo efficiënt. Simone Weil, de Franse filosoof, de eerste helft van de 20e eeuw, zij denk ik ook heel treffend op haar manier. Ze had een heel goed ontwikkeld gevoel, juist van de schoonheid van de, vooral van de meetkunde. En zij zei, la vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Eigenlijk is wetenschap niks anders dan dat, zegt ze. Je kijkt niet naar alle lelijke dingen, kijk naar het mooie. Dat is het echte, dat is wetenschap. Het is soms een beetje vreemd. Simone Weil bijvoorbeeld was vol bewondering voor de prestaties van de meetkunde, maar had een afschuwelijke hekel aan de algebra. Algebra, ze vond, je mag dat niet doen. Grootheden vervangen door letters en dan met die letters gaan spelen volgens bepaalde regeltjes. Zelfs al blijkt het nadien handig, kun je daar vraagstukjes mee oplossen. Dat is niet de goede manier van denken, dat is geen zuivere denkmethode, zegt ze. Maar de meetkunde, dat is het echte. En dat is een idee die zij uitdrukkelijk heeft uitgesproken, maar die bij heel veel fysici aanwezig is. Als je het allemaal kunt herleiden tot meetkunde, wordt het zo mooi. De hele algemene relativiteitstheorie, zou je kunnen zeggen, is een veralgemening van de stelling van Pythagoras. Die mooie stelling uit de meetkunde, die we vroeger op school geleerd hebben, we gaan het er straks nog wel even over hebben. Want het is eigenlijk een hele brede veralgemening daarvan. Je herleidt de hele wereld tot de meetkundige structuur van de ruimtetijd. En die meetkundige structuur die wordt volledig beschreven door een formule die eigenlijk analoog is aan de stelling van Pythagoras, waar ze geldt in het platte vlak. Dus meetkunde, dat is het wat fysici zo laaiend kan maken. Maar we moeten toch dieper nadenken over wat er dan zo aan een theorie, aan een gedachte moet daarin aanwezig zijn, opdat we ze als een valabele en ook esthetisch verantwoorde theorie kunnen opvatten. En in de middeleeuwen, zo late middeleeuwen, de 14e eeuw zo ongeveer, was er die Britse filosoof William van Ockham en die formuleerde een algemeen principe. Dat was niet echt nieuw. Je kunt het al aantreffen veel vroeger. Je kunt het eigenlijk al lezen bij Aristoteles. Maar het is bekend geworden als het principe van Ockham, of meer bepaald als het scheermes van Ockham, zo wordt het vaak genoemd.
omdat het in principe is dat zo vlijmscherp de waarheid eruit filtert. Als het daaraan voldoet, dan is dat wat je zegt waar. En het komt erop neer dat, zo zegt William van Ockham, dat je altijd je theorieën zo eenvoudig mogelijk moet maken. Eenvoud, dat is het punt. Gebruik zo weinig mogelijk hypothesen, zo weinig mogelijk begrippen. Als je iets kunt uitleggen met twee begrippen, doe het dan niet met drie. Als het met twee volstaat, dan is dat veel beter. Dus je moet veelheid, pluralitas, moet je niet gebruiken zonder noodzaak. Als je het moet doen, als je hypothesen moet toevoegen of begrippen of stellingen er moet aan toevoegen, ja, moet je het doen. Maar het wordt daardoor minder en minder fraai. Met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk uitleggen, dat is het waar het ons om te doen moet zijn. En dat is het principe van Ockham. Geldt dat principe? Er wordt veel over gesproken, maar is het ook bruikbaar? Moeten we daar altijd naar streven om de dingen met zo weinig mogelijk begrippen uit te leggen? Soms wel en soms niet. Het is duidelijk dat dat niet algemeen kan gelden. Dat kan geen aanspraak maken op een soort noodzakelijke geldigheid. Een soort logische geldigheid. Het drukt eerder, denk ik, een esthetische voorkeur uit. We hebben dat graag. Als je veel kunt zeggen met weinig woorden. Dat is veel mooier dan veel woorden gebruiken om weinig te zeggen. Dat is uiteindelijk het schema van Ockham. Bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van Einstein. De speciale relativiteitstheorie die steunt op niet meer dan maar twee postulaten. Einstein zegt, je moet twee dingen aannemen. En waarom moet je die aannemen? Wel, daarom. Er is geen diepere reden. Neem dat aan. Vervolgens vloeit daar een hele theorie uit voort en dat blijkt een magistrale theorie die ongelooflijk veel waarachtige dingen zegt over de werkelijkheid. En wat zijn die twee postulaten? Die zijn nog eens heel eenvoudig ook. Het eerste is van elke natuurwet moet gelden voor elke inertiële waarnemer. Dus een waarnemer die stilstaat of met de constante snelheid beweegt. Wel, alle natuurwetten moeten voor al deze waarnemers gelden. Er is geen enkele waarnemer bevoordeeld. Niemand neemt een geprivilegieerde plaats in de kosmos. Elke waarnemer is even goed als elke andere waarnemer. Dat is het eerste principe. En het tweede principe is, de lichtsnelheid is voor alle waarnemers dezelfde. Welke ook je eigen snelheid is ten opzichte van de lichtbron, maakt niet uit. Voor alle waarnemers geldt dat de lichtsnelheid dezelfde waarde heeft. En je gelooft het of je gelooft het niet, uit die twee simpele beweringen vloeit de hele relativiteitstheorie voort. Daar vloeit uit voort dat ruimte en tijd relatief zijn. De snelheid van het licht is absoluut. Ruimte en tijd gedragen zich nu vanaf dan als relatieve grootheden. De hele oude Newtoniaanse fysica stort eigenlijk in elkaar en wordt vervangen door deze relativistische Einsteiniaanse fysica. Wel, dat is mooi. Met zo weinig, zoveel doen, dat is ongelooflijk. Einstein was een genie. Maar helaas, het scheermes van Ockham werkt niet altijd zo goed. Hè? Waar het bijvoorbeeld niet goed werkt, is in de scheikunde. Als je scheikundige reacties wil verklaren, en je zegt die stof reageert met die stof en in die getalverhoudingen, hoe leg je dat uit? Wel, uiteindelijk in de loop van de 20e eeuw zijn daar verklaringen voor gekomen. Maar dat blijkt nu dat dat altijd te maken heeft met de moleculaire structuren. Hoe de moleculen precies in elkaar zitten. En dat is verschrikkelijk ingewikkeld. En je krijgt dat niet vereenvoudigd. Die moleculen die zijn ingewikkeld en dat bepaalt welke reacties al dan niet kunnen en in welk tempo ze dan lopen. En als je probeert daar eenvoudige relaties in te vinden, dan mislukt dat je telkens. Maar als je die hele complexe stereochemische, dus ruimtelijke beschrijvingen van die moleculen daarop toepast, ja, dan kunnen we het uitleggen. Dan kun je die verklaren. Maar mooi is het niet, maar het is wel waar. Het is heel degelijke, goede wetenschap. En toch, we zijn hier nu zo enthousiast bezig over de schoonheid die de fysicus
in de werkelijkheid ziet en die hij in zijn theorieën legt en zo. Maar niet iedereen is daar zo gelukkig mee. Er zijn meer bepaald poëtische zielen die het allemaal toch wel heel erg vinden. Die hele wetenschappelijke beschrijving van de werkelijkheid niet gelukkig maakt. De werkelijkheid maakt het allemaal zo, de wetenschap maakt de hele werkelijkheid zo formeel. Ze herleidt ze tot formules. En ja, een fysicus vindt dat prachtig, maar de dichter die staat en die zegt, ik herken niks van de prachtige schoonheid van de blauwe hemel en de vogels daarin en de zon die schijnt. Ik zie niks daarvan in de formules. En het is allemaal zo formeel en zo mathematisch en zo mechanisch, koud en kil en levenloos. Zo bijvoorbeeld de Italiaanse dichter, de eerste helft van de 19e eeuw, Giacomo Leopardi. Een pessimistische denker. En bepaald niet gelukkig met de wetenschappelijke ontwikkelingen van zijn tijd. En ik lees even samen met u. Wanneer men de delen van de natuur van elkaar scheidt en één voor één onderzoekt met het simpele licht van de geometrische reden, valt er niets poëtisch in te ontdekken. Voilà, daar staat Poincaré. Poincaré die zegt, joh, er is niets mooier dan de meetkunde. En elke wetenschapper zou een meetkundige moeten zijn. En die voelt dan de volle artistieke vreugde die de kunstenaar normaal ondergaat. En Leopardi zegt, ik voel juist niets als ik al die formules zie. En hij voegt daar nog aan toe. In de natuur ontbreekt elke poëzie wanneer zij ontbonden en uit elkaar gehaald wordt en om zo te zeggen koud, dood, bloedeloos en onbewegelijk op de anatomische snijtafel of in de chemische oven terechtkomt. Ja, dat heeft hij goed gezegd. En ja, je kunt het zo aanvoelen. En inderdaad, er zijn heel veel mensen die daarin meevoelen. Als je dieren of planten gaat dissecteren, gaat opensnijden om de anatomie daarvan te bestuderen, ja, misschien stoot je wel op wonderlijke dingen, maar de poëtisch gevoelige ziel die is weg. Die hebt iets kapot gemaakt en je hebt de waarachtige natuur geschonden met je onderzoek, met je analyses. Wie dat bijvoorbeeld ook helemaal in die trant dacht, dat was de Duitse dichter Goethe. Die het Newton zo kwalijk nam, al die experimenten die Newton had uitgevoerd met het licht. Licht door prisma's laten gaan en dan ontbindt dat licht in kleuren. En Newton vond dat prachtig, hoe dat je dan met zijn deeltjestheorie die lichtstralen kon verklaren en die kleurverdeling kon uitleggen. Maar Goethe vond het verschrikkelijk. Hij zegt, dat is niet zoals je de natuur moet leren kennen. Je verminkt de natuur. Je mishandelt de natuur met lichtstralen te maken die door prisma's gaan. Als je het licht wil bestuderen, kijk naar het daglicht, zegt hij. En laat de hele hemel spreken en sluit je niet op in een laboratorium. Dat is de dichter tegenover de fysicus. En Leopardi, om daar nog even op terug te komen, die gaat nog een beetje verder. Of nee, wacht. Dus die heeft, dat moeten we daar nog aan toevoegen. Hij zegt dat de zuivere reden nog nooit iets poëtisch aan het licht heeft kunnen brengen en ze zal dat ook nooit kunnen. Dus voor de poëtische ziel is dat hopeloos. Als je zo naar de natuur kijkt door de ogen van een wetenschapper en met de formules van een wiskundige, dan zul je nooit de natuur echt begrijpen zoals ze is vanuit zichzelf. John Keats die zegt inderdaad, do not all charms fly at a mere touch of cold philosophy. Het is weg, zegt hij. Je kijkt naar de regenboog en als je die in formules gaat beschrijven, het is weg. De hele charme is eruit op die manier. Wordsworth die zegt, ja, my heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. Je moet er zo naar kijken. En wat zegt een fysicus? Die zegt dit. Die beschrijft het in deze prachtige formule. En mooi is ze. Dit is de formule van een golfvergelijking. Dit is een golfvergelijking. Die geeft dus aan hoe licht als golfbeweging zich gedraagt. En dit is niet de volledige verklaring van het effect van een regenboog. Je moet er dan nog eigenlijk de vergelijkingen van het elektromagnetisme aan toevoegen. Maar het hele gedrag van golven en lichtverschijnselen beantwoordt toch aan deze vergelijking.
En als je daarnaar kijkt, zonder ze te begrijpen, ook als je zegt ik begrijp niet wat daar staat, ja maar laat gewoon je ogen spreken. Bekijk het als een soort schilderijtje, dat is ook mooi. Er zit symmetrie in deze formule. Je herkent natuurlijk wel een beetje, er zit een psi in. Oh, de vraag is, ja, wat stelt die psi voor? Dat zijn bijvoorbeeld die elektrische of magnetische velden. Maar dan zie je dat die psi, die wordt afgeleid naar x, y en z en t. Dat zijn natuurlijk de drie ruimtecoördinaten, de drie richtingen in de ruimte en de tijd. En dan telkens de tweede afgeleide nemen, dus de verandering van de verandering. Dat is de tweede afgeleide. Naar de richting ene, naar de andere richting en naar de derde richting en naar de tijd. En dan blijkt dus dat zo'n fenomeen als het licht beantwoordt aan deze relatie. En er zit een geweldige mooie symmetrie in. Al die zijn dezelfde en ook de tijd afgeleide is dezelfde als de ruimtelijke afgeleide. Met één klein verschil, hier staat een min en daar staan plussen. Dus er zit symmetrieën en ook een kleine breuk in de symmetrie. Er zit ruimte en tijd gedragen zich helemaal analoog op een klein detail na. Voor de tijd moest er daar een min staan en alle anderen hebben een plus. En als een fysicus dat ziet, dan zegt hij, ja, dat is zo mooi. Hoe arm de ziel van een dichter die dat niet ziet. Ja, oké, okay, die ziet de schoonheid van die regenboog, maar die zie ik ook, zegt de fysicus. Ik sta ook mateloos vol bewondering voor dat prachtige natuurfenomeen en tegelijkertijd begrijp ik dit. En dan wordt het nog veel mooier. Dus de schoonheid van de fysica verruimt die van de poëzie en neemt ze niet weg. Tot daar onze eerste beschouwingen over schoonheid en fysica. We gaan ons dus verder verbazen over al die mooie dingen die we in de wetenschap meemaken. Maar al die mooie dingen, dan draait het dus telkens rond het fenomeen, rond het aspect, rond de kwaliteit schoonheid. Wat is schoonheid? Hebben we ons dat al voldoende afgevraagd? Van schoonheid weten we ook, en dat is al wel gezegd, dat het subjectief verschillend kan zijn. Wat u mooi vindt, hoef ik niet mooi te vinden, of omgekeerd. En is er iets wat we in het algemeen daarover kunnen zeggen, waarover we het eens zouden kunnen worden? Wel, we gaan eventjes proberen van schoonheid een begrip ons te vormen die ons zou kunnen helpen bij het verder appreciëren van schoonheid, waar we ze tegenkomen. Maar het is een poging die, dat mag vooraf gezegd worden, niet helemaal zal lukken. Schoonheid, wanneer je die wilt definiëren, ontgaat ons telkens toch weer. Al kunnen we er soms ook weer interessante dingen over zeggen door daarover na te denken. Wel, wie daarover nagedacht heeft, was de Britse 18e-eeuwse fysicus Francis Hutcheson. En die heeft daar in 1725 een essay over geschreven, een boek over geschreven. En daar staan heel interessante dingen in. In de 18e eeuw werd er nogal veel nagedacht over esthetica in het algemeen. Maar bij Hutcheson breidt hij het uit naar meer dan alleen de esthetica van objecten, naar de schoonheid van de natuur, waar het dan meestal over gaat, of van kunstwerken. Nee, wij willen nu ook nadenken over de schoonheid van gedachten, van theoretische concepten. En bij Hutcheson vind je dat al. En dat maakt hem zo interessant. Hij zegt het volgende. Schoonheid heeft altijd iets te maken, in zijn opinie, met verscheidenheid en eenvormigheid. Als je eenvormigheid aantreft waar er verscheidenheid is, vind je dat mooi. Als je zegt, ik zie een geweldige veelheid aan dingen, een bonte verzameling, maar in die hele diversiteit tref ik iets aan dat altijd weer op hetzelfde neerkomt, dan vinden we dat heel mooi als inzicht. Of omgekeerd, als je een eenheid hebt, een eenvormigheid, die leidt tot veelheid, tot veelvormigheid. Dat vinden we ook mooi. En hij zegt, als je bijvoorbeeld een gelijke uniformiteit hebt, allemaal dingen die uniform zijn, gelijkvormig, dan neemt de schoonheid toe naarmate de verscheidenheid toeneemt. Maar als je een gelijke verscheidenheid hebt, dan neemt de schoonheid toe naarmate je meer eenvormigheid hebt, uniformiteit.
Of dat klopt en of dat u het daarmee eens bent, dat kunnen we toetsen aan het volgende voorbeeld. Hier zie je twee objecten. Het zijn eigenlijk mathematische objecten, maar hier fysisch voorgesteld. Een kubus en een dodecaëder. Die zijn uniform in dit opzicht dat ze allebei volmaakte veelvlakken zijn. Dit zijn objecten gevormd door veel hoeken, gelijkvormige veel hoeken, die samengevoegd zijn tot een ruimtelijk lichaam. En zo kun je er, de Grieken hebben dat destijds bewezen, 5 verschillende maken. Niet meer dan die 5. De kubus en de dodecaëder zijn er daar 2 van. Welke van de 2 is de mooiste? Nou, volgens Hudson bestaat daar geen twijfel. Ze hebben eenzelfde uniformiteit, eenzelfde basisstructuur, de volmaakte veelvlakken, het zijn polyeders. Maar de dodecaëder meer verscheidenheid, die heeft meer vlakken, daar is meer aan te zien, die is dus mooier. En hij vindt dus dat de dodecaëder het haalt, dat is de mooiste. Vindt het zelf ook, ik weet niet wat u ervan vindt. Een kubus is toch eigenlijk een plomp ding. En een dodecaëder is fascinerender, dat is esthetisch interessanter. Of het blijft kloppen, betwijfelijk. Als je nog een stap verder gaat, de icosaëder, dat is degene met de meeste vlakjes die je kunt maken, ja, dat begint meer te lijken zo op een balletje. Dat is maar het is geen balletje, het is eigenlijk niet zo mooi, vind ik. Mooi al. Dat hier. Welke van de twee is de mooiste? Wel, volgens Hudson hebben deze een gelijke verscheidenheid, maar een verschillende uniformiteit. De verscheidenheid is dat ze allebei bestaan uit een cirkelvormig vlak met een punt daarop, een kegel. Dus een punt daarboven en van daaruit maak je de kegel. Dus in dat opzicht zijn die hetzelfde. Maar er zit meer uniformiteit in degene die ja, het meest uniform is. Dat is de rechtse natuurlijk. Wel, als de verscheidenheid dezelfde is, dan is de des te mooier naarmate er meer uniformiteit zit. Dus de rechtse moet het halen. Ik vind dat ook. Dat scheef ding links dat is niet zo mooi. Dat staat onvast en dat valt om. Maar die rechtse punt goed, dat is toch mooier. Dus daar kun je natuurlijk bij nadenken of je kunt dat over je heen laten gaan. Je zegt, och, als schoonheid maar dat is, dan is het toch eigenlijk ook niet interessant, want is het allemaal wel waar? Je kunt het ook anders gaan vinden. Waar het interessanter wordt, is als Chesterton zegt, er is nog een criterium dat meespeelt. En dat is wat je zou kunnen noemen de vruchtbaarheid van je gedachten. Iets, een bewering waar veel uit voortvloeit. Dat is een mooiere dan een die verder zonder gevolgen blijft. Die eigenlijk verder leeg is. Een voorbeeld van een zeer vruchtbare theoretische stelling is onze al genoemde stelling van Pythagoras. Hier heb je hem nog eens. Hè. En hij is trouwens hier ook op een fraaie manier afgebeeld. Je hebt een rechthoekige driehoek met 3 ongelijke zijden, A, B en C. En dat is de rechte hoek. En dan geldt die ongelooflijke stelling dat het vierkant op de ene rechthoekzijde, dus dit vierkant, plus het vierkant op de andere rechthoekzijde, gelijk is aan het vierkant op de hypotenuse, op de zijde recht tegenover de rechterhoek. En dat is een bewering die waar zoveel voortvloeit. Dat hou je niet voor mogelijk. Ja, juist hebben we het al gezegd. In zekere zin is de hele fysica een veralgemening van deze stelling. Dat geldt zeker voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Hier staat ze zoals ze geldt in het platte vlak. Maar ga naar de ruimte. Ga naar de ruimtetijd. Ga naar gekromde ruimtetijden. En blijf telkens de aangepaste vorm van de stelling van Pythagoras zoeken. En je stoot op de algemene relativiteitstheorie. Dat is hem. Dus dat is zo rijk aan betekenis dat ongelooflijk mooi is. En hier, denk ik, haakt niemand af. Dat is mooi. Je stoot op iets van de mooiste dingen die de menselijke geest zich kan formuleren. Het is bovendien zo heel eenvoudig ook. Of het bewijs eenvoudig is, dat is een andere kwestie. Over het bewijs gaan we het zo dadelijk hebben, want ook daar stoten we op aspecten van schoonheid en mindere schoonheid.
Wat ook interessant is, is het aspect van, en eigenlijk geldt dat hier ook al wel, wat Hutchison noemt verrassendheid. En daar zijn vele voorbeelden uit de meetkunde van te geven. Hier is er maar eentje, maar elk meetkundeboek zit vol. Als je een driehoek neemt, een willekeurige, je mag om het even wat zonder scheve driehoek tekenen als je maar wil, verdeel de driehoeken precies in twee, dus laat er telkens een lijn vertrekken die de hoek precies in twee deelt, dus de bisectrices, dan snijden die elkaar altijd in één punt. Dat is ongelooflijk. Hoe die driehoek ook is. En die lijnen vinden elkaar altijd in één punt. Natuurlijk, als je twee lijnen maar beschouwt, die en die, is het geen wonder. Hè? Twee lijnen snijden elkaar altijd in één punt. Maar dat die derde dan ook precies daaruit komt, dat is zo wonderlijk. Het bewijs is ook niet zo triviaal. Want dat is mooi. Dat is niet triviaal, dat is verrassend en dat is waar en dat is eenvoudig. Nu zijn we gelukkig. Zo vinden we de dingen mooi. En zegt Hutchison, zo kunnen we ervaring van schoonheid opdoen op verschillende niveaus. Eerste niveau is dat van de zintuigelijke waarneming. Kijk naar de wereld, kijk naar de natuur en je ziet allerlei fraaie dingen. Dat is mooi. Maar dan gaan we dieper kijken en dat is het tweede niveau. Uitgebreid met de kennis van de wetenschap en de apparatuur van de wetenschap, maar ook met de gedachten, de concepten van de wetenschap. En je kennis van de natuur breidt uit. Wel, de schoonheidservaring ook. En dat is eigenlijk wat wij vorige week al ervaren hebben. We zijn grondiger gaan kijken door grote telescopen, door microscopen. Met computers zijn we gaan kijken naar de werkelijkheid. En overal stoten we op schoonheid. Dat is het tweede niveau. Nu, die wetenschappelijke kennis breidt dus onze schoonheidservaring uit. Maar dan blijkt dat er een derde niveau van schoonheidservaring mogelijk is, waar het gaat om die kennis zelf. Niet meer zozeer de objecten die daarmee aangetoond worden, maar het is de wetenschappelijke theorie zelf die mooi is. Bijvoorbeeld de gravitatietheorie, waarmee we zoveel kunnen uitleggen. Ja, kijk naar die theorie zelf, naar die formule zoals Newton ze heeft opgesteld. Of in de veralgemeende vorm, zoals Einstein ze beschreven heeft. Die formule zelf is ook heel mooi. En je kijkt nu niet meer zozeer alleen naar de natuur, maar naar de theorie die mooi is, precies doordat ze eenheid legt in die grote verscheidenheid aan fenomenen. En dat is het belangrijke criterium bij Hutchison. Dus dat is allemaal wel interessant. Maar we gaan nu naar Duitsland, naar een andere filosoof die het allemaal nog veel dieper zoekt. Bij Hutchison blijft het overzichtelijk en gemakkelijk zich voor te stellen. Dat is niet meer zo helemaal het geval bij Immanuel Kant. Maar het is wel interessant wat hij zegt en wat we moeten trachten te begrijpen. Kant heeft in zijn jonge jaren, voordat hij eigenlijk echt bezig was met filosofie, toen hij trouwens meer bezig was met astronomie, dat is zijn leven lang zijn hobby geweest, heeft hij in zijn jonge jaren een boekje geschreven, een klein dun boekje, over het schone en het sublieme. Das Schöne und das Erhabene. En het verhevene dus ook. En dat is een interessant boekje, maar dat heeft hij een jaar of 20 later, heeft hij dat uitgebreid met een veel grondiger werk, Kritiek der Urteilskraft. En in dat werk gaat hij diep in op wat is nu eigenlijk precies een schoonheidsoordeel. Als je van iets zegt, dit is mooi, wat zeg je dan precies? Wel, zegt Kant, om te beginnen is het een schoonheidsoordeel altijd een reflexief oordeel. Het is een reflectie op de werkelijkheid. Het is geen bepalend. Kant spreekt van twee soorten oordelen die je kunt uitspreken over de werkelijkheid. Je kunt een bepalend of een reflecterend oordeel uitspreken. Een bepalend is bijvoorbeeld, stel dat ik weet wat zoogdieren zijn en ik zie daar een hond en ik zeg die hond is een zoogdier. Ik heb iets gezegd over dat dier vanuit een algemeen begrip en dan is dat de waarheid die ik daaruit haal. En ik ga dus van een algemene waarheid hier naar een concrete waarheid. Een reflecterend oordeel is het omgekeerde. Je hebt een concreet ding
of een ervaring of een object en je zegt daar iets algemeens over. Dit is mooi. Wel, het is dus een reflectie op de werkelijkheid. En dan, en dit is heel belangrijk, gericht niet op het object waarover je spreekt, maar op het subject dat spreekt. Dus je ziet daar een zwaan, en dat is een prachtig dier, en je zegt, ja, die zwaan is mooi. Wel, dat zegt niks over de zwaan, maar dat zegt iets over mij. Ik vind die zwaan mooi. En dus ik heb iets gezegd over een eigen appreciatie van de werkelijkheid. Een schoonheidsoordeel slaat op het subject, niet op het object. En, heel belangrijk, het is maar een schoonheidsuitspraak wanneer het belangeloos gebeurt. Wanneer er geen praktisch doel mee gemoeid is. Als er wel een praktisch doel mee gemoeid is, dan gaat het over iets dat nuttig is of dat aangenaam is. Maar het schone, het esthetische staat er totaal los van. En dan heb je daardoor het gevoel alsof er in de natuur een soort ideaal zit van doelgerichtheid. Jij vindt het mooi. En dat betekent dat het voor jou een betekenis krijgt. En het legt als het ware een zin in je bestaan. Door dingen mooi te vinden, krijgt het bestaan een zin. Als je alles onverschillig laat en niets waardeert, niets mooi vindt, is je bestaan zinloos. Dus het leven krijgt zin door schoonheid. En er ligt dus een doelgerichtheid in de natuur, zegt Kant. Maar geen doel. Want de natuur zelf kent dat doel niet, is niet gemaakt om mij te behagen, al ervaar ik het wel zo. En dus is er doelgerichtheid zonder doel. Dat is die paradoxale formulering. En ook, wat ook paradoxaal is in de interpretatie van Kant, dat is, hij zegt, ja, de schoonheidservaring zegt iets over het subject, dus iets over mezelf. En daardoor, zegt hij, is het universeel. Dat is ook gek. En dat is bijna contra-intuïtief. Wij vinden toch altijd schoonheid particulier. Dat heeft betrekking op een bepaald individu. Nee, zegt Kant, aangezien het niets te maken heeft met de specifieke kennis van een object, want het gaat niet over het object. Aangezien het niets te maken heeft met een specifiek belang, want er is geen belang mee gemoeid. Heeft het dus niets te maken met een particuliere situatie en betreft het hier een universele uitspraak. Dat is ongelooflijk belangrijk, maar moeilijk om te begrijpen. Dat voor Kant schoonheidsoordeel universeel is. Dus met andere woorden, als we de dingen goed begrijpen, wat u mooi vindt, moet ik ook mooi vinden. Maar dat is mooi, althans zoals het inwerkt op belangeloze wijze op een individu. Ja, dus dat is wat Kant daarvan zegt. En dan, hoe komt dat oordeel dan tot stand? Ja, dankzij de mentale, intellectuele vermogens waarover de mens beschikt. En er zijn drie vermogens mee gemoeid. Het verstand, de reden, het vernoemd en de verbeelding. Wat is een verstand? Bij Kant is het verstand dat vermogen dat wij gebruiken om van onze zintuigelijke waarnemingen objecten te maken. In feite, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik een geweldig ingewikkeld schouwspel van kleuren en vormen. Ja. Met mijn verstand interpreteer ik dat als een zaal waarin stoelen staan en mensen daarop zitten. Maar dat stel ik me allemaal mentaal zo voor. Dat is een constructie die ik zelf maak. Dat is het verstand. Het verstand werkt dus met behulp van de zintuigelijke aanschouwingen. De reden is iets anders. De reden is dan datgene wat we doen met behulp van formele regels. Dus wiskunde bijvoorbeeld, dat doe je met de reden, met je vernoemd. Dan heb je bepaalde formele regels en je gaat daar dingen uit afleiden en theorieën mee maken, dat is de reden. En je verbeelding, dat zijn de dingen die je voorstelt zonder dat ze voortkomen uit de zintuigelijke ervaring. Dus je fantasie. Wel, nu zegt Kant, nu komt schoonheid komt tot stand door het samenspel op een harmonische manier tussen verstand en verbeelding.
als je je wereld voorstelt met je verstand en je ziet dat dus allerlei objecten en die stroken harmonisch met wat je je verbeeldt, dan is dat wat je zegt, dat is mooi, dat is verbeelding. Dat is de schoonheid voortkomend uit die samenspel tussen verbeelding en verstand. Maar er is een ander effect mogelijk, dat is dat er tussen wat je ziet en wat je je verbeeldt en wat je je met je verstand daarvan maakt, dat je niet komt tot harmonie. En dat je uiteindelijk je reden gebruikt om er als het ware een constructie van te maken of iets zinnigs over te zeggen. Maar het komt niet tot een harmonische voorstelling. En dat zegt Kant, dat is het sublieme. Dat sublieme, dat is een heel andere ervaring dan het schone. Het schone is altijd behagelijk. Het is altijd aangenaam. Iets mooi vinden is aangenaam. Het schone verwekt prettige gevoelens. Niet zo het sublieme. Of liever, het zit ingewikkelder. Het sublieme kan ook prettige gevoelens verwekken, maar tegelijkertijd ook de omgekeerde. Lust en onlust. Waardering en huiver. Bewondering en angst. Waar die samen gaan, daar ervaren we het sublieme. Wanneer de dingen ons overstijgen, wanneer je kolossale gebeurtenissen ziet en je krimpt ineen van de angst, maar je hebt geweldige bewondering voor dat tafereel, dat is een sublieme ervaring. En dan schieten we tekort om dat te begrijpen. We maken onze voorstellingen van het oneindige. In werkelijkheid kunnen we het op die manier niet vatten. Hier zie je een voorbeeld. Links, mooi. Rechts, subliem. Links staat een weide vol met bloemen. Iedereen vindt dat mooi. Rechts staat een woud dat donker en geheimzinnig is. Waar je, het is indrukwekkend, het is prachtig. Tegelijkertijd bekruip je angst. Dit is mooi. Dit is een landschap. Rustig en vreedzaam. Dit is subliem. De woeste natuur. Die vernietigend kan inwerken, maar die ons mateloos imponeert, die eigenlijk ook mooi is. Maar mooi is het goede woord nu, want ze kan je op elk moment vernietigen. Ze doet je verdwijnen in het niets. De dag is mooi, de nacht is subliem. Dat is Kant. Dat is zoals Kant de natuur interpreteert. En dan moeten we, denk ik, nu eerst aan de koffie denken. We gaan eventjes een koffiepauze nemen en dan samenvatten wat we onder schoonheid gaan verstaan.